Fuck. Loste. Nou, een andere stek aangekomen. Vorig hadden we wel die misser. Maar daarna bleef het stil. Dus we hebben even een ander plekje gezocht. Nou, genoeg. Nou, ook deze plek heeft helaas geen snoek opgeleverd. Dus voor vandaag hou ik het voor gezien. Eén mooie aanbeet gehad, alleen die losten we helaas. Gaan we eens een andere plek zoeken van de week. Als we tijd hebben met werk. En dan gaan we het opnieuw proberen. Dus deze dood-aas-sessie zal uit wat meerdere sessies bestaan. Uiteindelijk hopen we mooie vissen te vangen. Hey. Op voor de volgende keer. Nou, het bloed wat net aan de snoek zat, dat was niet van de snoek zelf, maar dat was van mij. Want ik heb mijn vinger open gehaald aan mijn eigen haak. Dus er zit een beste snee in. Dus de snoek kon lekker bloed proeven. Maar dat was van de visser en niet van de snoek zelf. Het was een beetje wild nog, maar ja, hoort erbij. Heelt wel weer. mooi snoekbaars. 69 centimetertjes. Hey, toppertje. Gaan we zwemmen. Mooie vangst. Zoals ik al eerder aanhaalde, één engel vis ik met de pen. Een kraaltje erboven, een stuitje, een paar loodjes. Die heb ik hier. Een schuiflood en de onderlijn. Nou, de onderlijn die ik hier heb is met een enkele haak en een klein drechtje. Nou, die heb ik gemaakt in een ander filmpje. Dat filmpje dat komt straks aan het einde hier bovenin te staan. En dan kan je die bekijken. Het voordeel hiervan is dat je hem kan schuiven, maar dat leg ik in het filmpje ook uit. Hey, het vissen voor op snoekbaars. Je hebt gezien wat het resultaat was. Doet het goed. Dan zal ik zo de andere nog laten zien. Nou, dit is de andere doodaasengel. Gewoon op een dobber. Schuiflood tussen twee stuitjes, die op zijn plek blijft. Dobber. Er zit ook nog een stuitje boven. En gewoon een stalen onderlijn met een dreg. En ik heb nog een zwerfdregje eraan zitten. En dan gewoon door de rug heen. Nou, veel voorkomend systeem. En werkt ook gewoon goed. Nou, de vissessie zit er weer op. Stoppen ermee. We beginnen het behoorlijk koud te krijgen nu. Het filmpje is wel samengesteld uit 3 verschillende sessies. Want het was behoorlijk taai om met doodaas te vissen. En nou, we gaan straks verder met de volgende. En dan gaan we dus achter de poldersnoek aan met kunstaas. Kijken of dat meer vis oplevert. Hey, alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende video.